hier natuurlijk 10 jaar gespeeld. En ja, nu zit je dan in de andere kleedkamer, dus dat voelt wel anders. Maar ja, het is natuurlijk leuk om tegen die jongens te spelen waar je heel lang mee hebt samengespeeld. En ja, altijd mooi, ook het publiek, hoe ze me ontvingen, dat ja, was mooi. Hoe houdt dit Vitesse zich tegen een van de sterkste ploegen ter wereld? De nummer 3 van de Premier League, halve finalist, Champions League. En gezien de versterking eigenlijk nog sterker dan vorig seizoen. Dit is geen buitenspel, dan kan Diego Costa erdoor en meteen ook scoren. Hij laat het over aan Salah en Chelsea leidt al met 1-0. Tsjech komt, maar hoeft voorlopig niet in actie te komen. Nu misschien. De bal blijft het tot 2 keer toe hangen. En uiteindelijk een overtreding op Cahill. Controle bij Kazajspili. Wat slordigheden bij Chelsea. Het schot dan maar. Oh, lekker uithaal. Corner weer Labiat. Kan die worden verlengd? Ja, goede kopbal van Pruppen. En zo is Vitesse nog 4 keer dreigend geweest. Beweging van Diego Costa. Paas achter Salah, maar het is natuurlijk wel een overtreding. Ivanovic kan het heel hard. Philippe Luis staat er ook nog bij. Fabregas misschien. Fabregas dus. En dat is schitterend raak. Cesc Fabregas. Matic. Goeie paas, Salah en dan is het bijna meteen al 3-0. Maar verricht Room wat denk ik zo'n beetje zijn eerste redding van de wedstrijd is. Benovic aangetikt, maar blijft op de been. En de paas is goed, daar is Leerdam, redding van Tsjech. En een tweede kans komt er voorlopig niet. God wel van heel ver, maar oh, wat een poging van Labiat. Het is gewoon echt een geweldige bal. Van Ginkel eruit, applaus. De wordt-outspeler van Vitesse. Kind eigenlijk van Vitesse. Marco van Ginkel. Daar valt de bal goed voor Costa, ja, en dan kan hij hem weer breed leggen. En dat doet hij ook weer. En dan is het dus 3-0. Het gaat ook wel weer met Nakamba. Is daar de kant, daar moet hij dan ook zijn. En daar is hij. Nou, dat is lekker voor de ingevallen spits. Uros Djurdjevic, want hij scoort. Mooi is de haast die er dan ook nog is. Echte spits, die wil er ook nog 2 maken. En dit zal Bos misschien ook nog wat te denken geven. Chelsea wint. Mourinho zal het ongetwijfeld een leerzame avond vinden. Dat zal zeker voor Peter Bos gelden. Als trainer kijk je toch altijd wat anders naar wedstrijden. Ik denk ook dat de mensen leuke pot voetbal hebben gezien met kansen aan beide kanten. Wat te veel vond ik aan onze kant ook. Die wordt 3 keer afgestraft. Heeft natuurlijk ook alles met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Maar ook met een aantal zaken wat we zelf niet goed deden. Wat vond je van de grootmacht Chelsea? Ik denk dat dit in Nederland wel een kampioenskandidaat zou zijn, ja. Dat heb je wel kunnen zien. Ik denk niet eens dat ze 100% gingen. Maar dit zijn natuurlijk stuk voor stuk voetballers die... Ja, die op het allerhoogste niveau uit de voeten kunnen. En dat laten ze ook vandaag zien. Als je ook naar de leeftijd natuurlijk van die gasten kijkt, is het een ervaren elftal. Fysiek sterk elftal, maar die ook nog aardig kunnen ballen. José Mourinho, was het een goede test tonight? Good, good, good. Very good training session for us. I thank them because they gave us what we need. They play football, they try to play always. Their passing game is fast, is intense. It was good for us to train tactically, but also the physical impact of the game. Was important for us. Zijn jullie daar ook tevreden mee met ja, jullie optreden vanavond? Ja, dat denk ik wel. Ik denk alleen de laatste goal. Dat een van de laatste minuten natuurlijk dat je een goal tegenkrijgt. En ja, ik denk dat natuurlijk niet lekker is. Als je 3-0 wint, dan is het natuurlijk ja, wel wat beter. En ja, bij Vlagen speelden we goed. We lieten Vitesse ja, meer aan de bal. En we wisten ook dat ze goed konden voetballen. En,
ja, als ze de bal verloren, dan lag er voor ons ruimte. Ja. Marco van Ginkel is back in his hometown. Was you satisfied about his performance tonight? Yes, I like. He needs to play. Difficult season for him with a big injury. So now he's getting again into the team, getting confidence, his condition improving. Today he played good 70 minutes and I took him off to give him a good chance to feel these people and to feel the crowd, and for him I think it's a good feeling.